It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chessa. Vandaag heb ik voor jullie natuurlijk een Q&A die ik had beloofd. Dus ik heb alle vragen hier zo op mijn telefoon staan en die ga ik dus in deze Q&A beantwoorden. Dus mocht je vragen niet in deze Q&A zitten, laat het natuurlijk even hier beneden in de comments achter. Want ik ben van plan eens in de twee weken gewoon een Q&A te maken zoals dit. Dus mocht je dat natuurlijk wel even leuk vinden, laat dan even je blauw duimpje omhoog achterhouden. Dat is natuurlijk enorm. 100 likes is over twee weken weer een nieuwe Q&A. Dus laat alvast een vraag achter in de comments. En dan gaan we beginnen met de allereerste vraag. En die komt van, ik ga even de vragen erbij pakken, van Lucas. Hij vraagt, supporten jouw ouders in wat je met YouTube doet? En doen ze dat veel of niet veel? En hoe doen ze dat? Mijn ouders die supporten me wel gewoon, want ze kijken mijn video's. Althans, ik weet van mijn moeder dat ze mijn video kijkt. Mijn vader kijkt af en toe de vlogs, maar niet alle game video's. En nou, net zoals jullie daar zo de setup zien. Ik weet niet of je het goed ziet. Kijk, daar staat heel de setup. Daar hebben mijn ouders natuurlijk ook wel in gesupport. Want ze hebben merendeels daarvan betaald. Zelfs mijn computer hebben ze, deel betaald, hebben ze betaald. BenQ hebben ze betaald. Ik heb ook deel van mijn verjaardag gekregen natuurlijk. Microfoon heb ik zelf betaald. Softbox heb ik geloof ik zelf betaald. Of die heeft mijn moeder betaald. Geen idee. Maar zo supporten mijn ouders me dus in wat ik met YouTube doe. De volgende vraag is van Baska. Vraag Cune. Wat vinden kinderen uit je klas ervan dat je YouTube doet en zoveel subs hebt? Er zijn een aantal kinderen uit mijn klas die het weten. En sommigen weten het ook nog niet. Maar ja, ik vind, geloof wel dat ze het allemaal cool vinden. Dat ik allemaal zoveel subs heb. Want het blijkt ook groeien. Ik zit op dit moment als ik deze Q&A opneem alweer op de 1660 abonnees. Ja, dat gaat echt ziek hard jongens. Dus ik wil daar even heel erg allemaal voor bedanken natuurlijk. Dus die support is echt awesome. En ja, de kinderen weten het geloof ik wel uit mijn klas. En ja... Ze kijken ook regelmatig mijn video's. Ik weet van Luna dat ze mijn video kijkt. Dus als je deze video kijkt, Luna. De volgende vraag is van Mike Rijks. Q&A, hoeveel COD speel jij gemiddeld per dag? Ik speel sowieso 2 uur Call of Duty per dag. Maar in het weekend. In het weekend speel ik veel meer. Speel ik makkelijk 6 uur om de dag. Maar als ik school heb, is misschien 1 uur tot 1.5 uur. Want dan moet ik ook nog leren, eten, huiswerk maken. Al die dat soort dingen natuurlijk. Dus gaan we uit op 2 uur ongeveer. De volgende vraag is van Pelle van Ede. Q&A, waarom ben je begonnen met YouTube? Ik ben begonnen met YouTube om jullie die deze video op dit moment kijken natuurlijk te entertainen. Mijn doel te willen bereiken wat ik wou bereiken toen ik begon. Dat was namelijk de 1000 abonnees. Die hebben we nu gehaald. Dus nu wil ik eigenlijk naar de 2000 abonnees. Daar zitten we al bijna. En dan wil ik naar de 10.000 abonnees. 50.000. 100.000 en misschien wel 1 miljoen, maar ik weet niet of dat zo erg gaat komen natuurlijk. Maar ja, ik ben YouTube begonnen om gewoon jullie leuke video's te brengen. En jullie vinden het op dit moment leuk. Dus jongens, super bedankt daarvoor. De volgende vraag is van Nix. Ik ga vragen, Q&A, als je ouders gingen scheiden, bij wie zou je liever intrekken en zijn? PS, ga zo door, Chesto. Tijdens ik voor deze vraag, want ik kan hem niet beantwoorden. Ik zou echt niet weten bij wie ik in ga trekken. Ik denk dat iedereen zijn moeder zegt, maar ja, dat vind ik dan ook weer genakt van mijn vader. En als ik bij mijn vader ga wonen, vind ik het weer genakt van mijn moeder. Daarom dus. Dus ik ga daar geen uitspraak over doen. Dus ja, ik hoop dat sowieso ook nooit gebeurt hoor. De volgende vraag is van SweetXEU. Q&A, wat vind je van EU? Ik denk dat hij dan bedoelt de clan EU waar Hakan, Sweet, Godspeed. Meer ken ik er niet. Maar jullie zijn echt één basic clan. Ik heb een keer een video tegen jullie gespeeld. En ik werd hard geoond, ik weet het. Ik kreeg een swam om mijn hoofd. Maar dat kwam ook mede dankzij mijn teammates, want ik had nog wel een visit gehaald toen. En ja, jullie zijn een coole clan natuurlijk. Volgende vraag is van Sven. Kijk, YouTube Q&A. Welke score schiet uit Black Ops 2 zou je willen hebben in een zombie apocalypse? Nou, ik denk dat ik dan moet gaan voor de Dead Machine. Waarom? Ik weet het. Waarom? Omdat de Dead Machine fucking veel kogels heeft. Dus als er heel veel mensen achter je aankomen, kijk, prrrt, snap je? Dus ja, ik durf het niet te zeggen. Ik denk de Dead Machine, maar de Sentry Gun en de Guardian zijn ook goed. Ik zou die drie dingen kiezen gewoon. Dan kan ik lekker campen. Volgende vraag is van DutchieDennis078. Q&A, heb je nog tip voor kleine YouTubers? PS, je bent baas. Tip voor kleine YouTubers. Doe je ding. Wees jezelf. Maak je eigen content. Dus als jij Call of Duty leuk vindt.
En mensen willen opeens dat je GTA gaat doen. Kijk dan of je GTA wel gaat doen. Maar niet te veel. Dat je YouTube niet meer leuk gaat vinden. Net zoals jullie wouden GTA zien. Ik doe racen voor jullie. Ik kan even op dit moment niet racen. Gewoon omdat er een GTA een beetje bukt. Jullie wouden racen. Dus ik doe eens per week een race. Eens per twee weken. Eens per drie weken. Ik heb nu twee weken al geen race gedaan. Dus ik denk over volgende week wel weer een race komt. Maar ik hoop dat ik hier jouw vraag een beetje heb beantwoord. De volgende vraag is van Hakan Haki Kine. Vond je first look leuk? Hakan is natuurlijk de gozer die met first look met mij mee aan het lopen was natuurlijk. En ja, ik vond het wel grappig natuurlijk. We hebben even we zijn naar de Mac geweest. We zijn bij Jan hebben we gestaan. We hebben heel first look rondgelopen. En Hakan heeft mij gefikt dat ik even een follow kreeg van Jan. Dus Hakan, dankjewel. De volgende vraag is van Tom Dries Kine. Wat voor spellen speel jij nog meer dan GTA 5 en Call of Duty? Nou, dat zal ik even laten zien. Hierzo zie jij al mijn games op mijn telefoon. Ik weet niet of die focus. En die games speel ik ook buiten YouTube. En ik speel Super Meat Boy, waar ik jullie een video van hebben gezien. Battlefield speel ik wel eens. GTA staat aan de vraag. Ja, meer speel ik niet echt. Dus dat was het. Vond ik u ineens van Gamen met Mika. Hoe laat is het op dit moment dat je deze video opneemt? Het is op dit moment, ik zal het even kijken voor jou. Het is op dit moment bijna 11:30, nog 3 minuten, dan is 11:30. En dan het is 's middags hoor, niet 's avonds, want je ziet het met licht. De volgende vraag is van Myrosius of Microsius, ik weet niet, ik kan die naam niet uitspreken. Kine, kijk je ouders naar je video's? Ja, ze kijken naar mijn video's. En mijn vader kijkt geloof ik alleen vlogs, dat weet ik wel. De volgende vraag is van Nissel Titraier. Kine, hoe ben je begonnen met COD? PS, je bent baas. Dat is door mijn oom gebeurd, want vroeger speelde ik echt alleen. Had ik geen online. Toen speelde ik alleen campaigns van een game. Tot op een gegeven moment mijn oom kwam. Mijn oom ging hier voor mij mijn PS3 een online account aanmaken en verbinden met mijn wifi-kastje. En mijn eerste COD die ik dus daadwerkelijk online speelde was Call of Duty Black Ops. Nee, niet Call of Duty Black Ops 2. Call of Duty ME3. En sinds toen ben ik ook oudere kots gaan spelen. Maar toen ik dat spel net, toen ik net online had, was ik zo, maar dan ook echt zo slecht. Is niet meer gezond. Daarom, het is echt bizar met toen en nu, hoe goed ik dan nu ben geworden. Niet om op te schrijven of iets, maar gewoon, ja, het is gewoon ongelooflijk. Dat is dus gewoon oefening. Dus als jij ook niet goed bent in Call of Duty, probeer gewoon elke dag te spelen. En je wordt vanzelf word je echt wel beter. Echt waar, ik geloof, ik beloof het je. De volgende vraag is van DJ Yara NL Beast. Kine, Scuf of Astro? Astro, patat of pizza? Pizza. De volgende vraag is van Fuck It's Morris. Kine, Kim Holland of Ilse de Lange? PS, je bent baas. Dankjewel Morris, ik ga voor geen van beiden, want ze zijn allebei niet echt lekker. De volgende vraag is van Roelof de Vries. Kine, liever 2 katten of 2 honden? 2 honden, want ik heb dit moment al 1 hond. En ja, ik denk dat met honden kan je veel meer doen natuurlijk, omdat ja, honden ook buitendieren zijn. Dat zijn katten ook, maar je kan niet echt met katten naar buiten of iets, of buiten spelen met een bal. Daarom ga ik voor honden. De volgende vraag is van PonyLover123. Liever nu 10.000 subs hebben en over 1 jaar nog steeds, of liever nu 1500 abonnees en over 1 jaar 25.000 abonnees? Dan ga ik voor dat tweede natuurlijk, want er zijn natuurlijk iets meer abonnees. En ja, als ik dan nog 1 jaar op dit blijf hangen, maar ik maak het niet uit. Dus laten we dat verkiezen. Wondervraag van Official Ali of Official Ali. Kine, wat vind je van Official Ali? Ik ken je niet, dus ik zal wel een keer een video voor je gaan kijken. En ik zal wel een keer een comment plaatsen. En dan heb ik eigenlijk naar gekeken. De volgende vraag en de laatste vraag is van The Hardcore Gamer NL. Kine, heb je een huisdier? Zo ja, wat voor huisdier en hoe heet hij slash zij? Ik heb een hond. En hij heet Troy en hij is op dit moment, ik weet niet hoe oud hij is jongens, ik ga het niet zeggen. Ik weet niet hoe oud hij is, dus sorry mama, ik weet het niet. En ja, het is een Amerikaanse Stafford, het is een hele mooie hond, hele leuke hond ook. En jullie hebben me wel eens in de vlogs gezien. Maar jongens, de Q&A zit er alweer op voor vandaag. Mocht je net doen deze Q&A, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. 100 likes over 2 weken weer een nieuwe Q&A. Dus laat je vragen in de comments achter en bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Love.